Goedemiddag, we staan hier in de Kammerstraat voor de bende van de Kammerstraat. Dit is Fidi Ens, live. Ja, er zit een gedichtje in, hè? Dus in plaats van pillen. Ja, het is legaal. Legaal geluk. Ja, legaal geluk. Helemaal. Zie, het werkt, hè? Het is gewoon, hè? Want dat imodium niet goed kan doen voor de mensen. Ja, dit is het Bende van de Kammerstraat en we hebben geprobeerd enerzijds om aan ons dansje van de kunstbende te werken en anderzijds hebben we dus een dansje ingestoken als deze en we hebben zo'n dat maar eens goed zat. Ja, inderdaad. Dus, dat is... En we hebben eigenlijk ja, een geflipt dansje gepakt met een geflipt nummer van Checks and Five. Wel, wij hebben dat vroeger allemaal ooit een keer willen doen, maar nooit gedurfd of we mochten niet of we waren toen te verlegen. En nu... Ja, nu hebben wij dat... Ja. Dat is ons grootste hobby. Ja, anders hebben we dat ding niet. Wel goede en mooie kuiten hebben. We hebben ook mannelijke majoretten, maar die moet... Ja, kijk. Die zijn echt wel heel hard, hoor. En de mannen, als ze majorette willen zijn, dat mag, maar die moeten hier veel haar hebben. En ook hun benen moeten echt vol staan. En wat vindt u van de bende van de Kammerstraat? Niet zo tof eigenlijk. Dat is nooit zo. Wat? Er is een evenement aan de gang. Oh ja, dat hebben we gezien. Van de Kammerstraat. Ja, dat is van die winkels. En wat vindt u ervan? Of nou, ik weet niet wat het is. We zitten gewoon uit te lachen ervan. Nee. De finalisten van Verband zijn live te horen in de auto of op de canapé. Wie bent u? Iedereen is gek, als je maar de juiste vragen stelt. We bestaan maar uit de stroom waarin onze hersenen in- en uitademend verdrinken. Het leven is als de golven, dus geef jezelf als de zee. Ik ben duidelijk dichter. Wat doet u nog zoal in het dagelijkse leven? Ik wil samen met je wonen, in het kasteel dat ik verzin. Die kamer met die kaarsen, dat was een goed begin. Het rode bed, de lakens, van een nacht zoals je tepels, die ik stapelgek bemin. Een dak van zacht verlangen, op een huis waarvan ik droom. Dus laat me nog wat hangen in de waan waar ik in woon. En wat bent u nog van plan vandaag? Rip uw mooie gewichtje naar hier. Werp je op me tot ik verga van lichtvoets plezier, dat je gezichtje ervan kronkelt. Laat me je navel vullen met proesterige geluiden, dan worden wij hoog in de lucht twee vleugels, één huiden. Een bewogen dag voor een dichter. Wilt u iets kiezen? Als u nu kiezen een vorm, een kleur en een emotie. En u krijgt een koekje. En een toekomstvoorspelling. Okay. U mag een toekomstvoorspelling kiezen. Het
was toch vierkant? Ja, het was vierkant. Nu lees jullie mijn toekomst voor. Moet ik het voorlezen? Ja. Op het moment dat jij het vergeet, zal een vallende ster bengelen aan een boos zwart verlengsnoer bij de laatste korrel van de eindeloze woestijn. Alsjeblieft. Dat vaak? Nee, het is echt de eerste keer. Maar het is wel tof. Het is te ver veel. Iedereen komt er rond u staan en ik bespat er veel van. Ja. Het is beter om je woede zo af te reageren. Ik heb een moeilijk dan. Kom nou, kom nou. We zijn moe! We zijn moe! Het was een geslaagde dag! Het was... Dat is top! Volgend jaar zijn we hier weer te vinden. Woe!